Goedenavond. Ik zou moeten blij zijn dat u hier bent, maar in feite is het een schande. U hebt blijkbaar niets anders te doen dan naar hier te komen. En er liggen duizenden boeken te wachten die niemand gelezen heeft. Wie van u heeft een boek gelezen van onze nieuwe Nobelprijswinnaar? Ik zal niet eens zijn naam vragen, Modiano. U hebt het recht om hier te zijn. Wie van jullie heeft Oorlog en Terpentijn gelezen? Het boek waar iedereen fulltime over spreekt. Wie van diezelfde mensen heeft een goed boek van Stefan Hertmans gelezen? Wie van u heeft Harry Potter gelezen? Alle delen. En u ziet meteen, er is een groot verschil in kwantiteit, er is meteen ook een groot verschil in kwaliteit. Een bepaalde leeftijdsgrens bepaalt blijkbaar wat wij lezen, wat wij doen. Nu, u komt naar hier en in feite hebt u veel te weinig gelezen. U komt naar hier om een verhaal te horen dat daarboven gaat over de dood van de literatuur. En ik heb lang getwijfeld. Ik heb getwijfeld of ik hier zou beginnen met een minuut stilte. Een minuut stilte voor de literatuur. Maar ik vrees dat de literatuur veel meer nodig heeft dan één minuut stilte. Ik heb ook een seconde gedacht, misschien komen die mensen om de dood van de literatuur te vieren, eindelijk. En moeten we nadien cava organiseren. Ik heb dat ook geopperd aan de organisatoren. Maar om één of andere mij onbeduidende reden gaat dat spel niet door. Maar u bent hier, u komt luisteren naar literatuur. Ik zou daar blij mee moeten zijn. Ik zou blij moeten zijn met die belangstelling. Ik zou nog meer blij moeten zijn met die belangstelling voor het denken over literatuur. Want ik stel vast dat literatuur in een verdomd hoekje zit bij veel mensen. Ik stel vast dat de studie van literatuur nog veel meer in een verdomd hoekje zit. Als literatuur aan deze universiteit nog in het nieuws komt, dan is het omdat een eredoctoraat voor wetenschappelijke verdiensten gegeven wordt aan een schrijver. Wel nu, ik zou graag een eredoctoraat voor geneeskunde zien uitgereikt aan de meest ingenieuze patiënt, in plaats van aan de meest ingenieuze wetenschapper. Literatuur is blijkbaar een doekje voor het bloeden. En vandaag wil ik het met u daarover hebben. Ik heb gedacht aan een PowerPoint. Mijn PowerPoint zou gaan een hele film, een hele spannende film, de hele tijd door. Om het punt te maken dat het niet zo eenvoudig is om over literatuur na te denken, om literatuur te lezen vandaag in deze hectische wereld. Maar ik vreesde een beetje dat mijn PowerPoint veel interessanter zou worden dan mijn verhaal. En dus moet u het met mij stellen. Niets meer dan met mij, maar omgekeerd stelt u zich eens in mijn plaats. Beeld u zich eens in dat u hier staat en dat u dit allemaal te zien krijgt en daarboven via de videoconferentie nog een handvol West-Vlamingen erbovenop en dat u dan als het ware moet beginnen, dat u moet van start gaan. Om dat te compenseren heb ik wel een handout gemaakt. En ik zal mijn best doen om min of meer het verhaal van die handout te volgen. Mijn verhaal wordt een verhaal over literatuur. En meer bepaald een verhaal over de dood van de literatuur. In meer dan één opzicht, zo wordt gesteld en zo zou men ook kunnen stellen, is de literatuur inderdaad op sterven na dood. Zeker de ouderen onder u, en dat zijn er gelukkig nog heel wat, zullen zich een tijd herinneren waarin literatuur vanzelfsprekend was. Waarin op televisie vol lof en deskundigheid over literatuur werd gesproken. Waarin 10, 20, 30 minuten lang een schrijver werd geïnterviewd, niet over zijn privéleven, niet over een prijs die hij gekregen had, maar over het werk wat hij geschreven had. De eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen, als u op Cobra kijkt naar dergelijke filmpjes, dan ziet u de sigaretten in het rond vliegen. Dus heel gezond
waren die programma's nu ook niet meteen. Er is een tijd geweest dat het nieuws eindigde met een gedicht. Dat er gedichten als het ware de avond sloten op het nieuws. Er is een tijd geweest, kortom, dat literatuur iets vanzelfsprekends had. Zo vanzelfsprekend dat ze in feite weinig vragen opriep. Wel nu, in mijn verhaal zal die literatuur die tijd niet meer kennen. Ik denk dat literatuur inderdaad op een keerpunt staat. Dat er argumenten zijn om te zeggen dat literatuur zoals we die kennen, dat die dood is. Maar de vraag die dan rijst is, wat is literatuur? Waar komt literatuur vandaan? En ik zal voor een stuk proberen, als het ware van het heden naar het verleden te gaan. Om dan uiteindelijk, zo hoort het in een mooi verhaal, en u ziet, ik heb veel literatuur gelezen, ik begin in literatuur te praten, om te eindigen met een brede blik op de toekomst. De science fiction van de literatuur. Kan de literatuur terug heropstaan? Kan ze nog voortleven? En zo ja, op welke manier zal dat dan gebeuren? En ik kan u nu al zeggen, ik ga u niet naar huis sturen met een heel pessimistisch verhaal, maar u moet toch een beetje van zombies en vampieren houden om mijn verhaal en het einde ervan ultiem te kunnen appreciëren. Een groot verhaal. Een heel groot verhaal. Een verhaal dat veel te rechtlijnig is, veel te grof om als het ware de complexe realiteit te laten zien. Het is voor een stuk ook een stellingname, een propositie, een voorstel om het probleem van de literatuur eigenlijk van dichterbij te bekijken en voor een stuk als het ware verder in kaart te brengen. Maar voor we zover zijn dat we onze patiënt, dat we die eigenlijk overlevingskansen kunnen geven, moeten we voor een stuk aan stervensbegeleiding doen. Moeten we kijken welke symptomen hij heeft. Ja, u hoort het, ik heb mijn best gedaan om het geringe prestige van de literatuurstudie op te krikken door mijn inspiratie te zoeken bij de medische wereld. Literatuur leidt, zo lijkt het althans, aan een aantal symptomen. En die symptomen die situeren zich eigenlijk op twee verschillende vlakken, zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant is er wat wij technisch noemen het institutionele niveau, het niveau van de organisatie van literatuur, het boekbedrijf. Aan de andere kant is er, en dat is misschien veel belangrijker en voor mijn verhaal, is er de literatuur zelf, de visie van de literatuur op zichzelf, op haar eigen taak. Als we kijken naar die institutionele geluiden, dan is er eigenlijk heel weinig om ons vreugdevol over te gedragen. Gisteren is bekend geworden dat Remco Kampert de grote prijs der Nederlandse letteren heeft gekregen. Remco Kampert is bekend bij een breed publiek, niet omwille van zijn prachtige gedichten, niet omwille van zijn prachtige romans, maar in hoofdzaak omwille van zijn columns. Omwille van zijn erotische verhaaltjes uit de jaren 60, uit de jaren 70. Omwille van zijn parodieën. Omwille van het feit dat hij heel vaak samengewerkt heeft met Jan Mulder, die we allemaal kennen van de televisie. Dat is Remco Kampert vandaag. Remco Kampert in de boekhandel. Ik ben eens gaan kijken. Er is één bundel verschenen onlangs op zijn 85 jaar. Die bundel, daarvan heb ik één exemplaar in de Leuvense boekhandels gevonden deze middag. Voor de rest, stil zwijgen. Uiteraard zal de uitgever nu één of twee titels op de markt brengen. Bij Modiano trouwens is hetzelfde gebeurd. Er was geen enkele titel beschikbaar op het moment dat hij de Nobelprijs kreeg in het Nederlands. Plots zijn er 7 titels van 3 verschillende uitgevers die met elkaar concurreren, die ook de prijs hebben aangepast om beter met elkaar in strijd te kunnen gaan. En over enkele maanden liggen die boeken bij de slechte. Of lagen ze bij de slechte? Want ook de slechte is al eens failliet gegaan. Ook de tweedehands boekhandel doet het niet zo goed. De boekhandel doet het niet goed. De kranten doen het niet goed. Als u kijkt naar de bijlagen van de kranten, de Standaard en de Morgen, dan noem ik nog de vriendelijke kranten, dan stel ik vast dat ongeveer 60% daarvan in beslag genomen wordt door foto's. Prachtige foto's, grote foto's. Ongeveer 20% door interviews. En de rest is een verhaaltje van zoveel sterren en weet u wel hoe goed ik ben als lezer, want ik heb dat gelezen. Als u de Standaard der Letteren las,
van 20 jaar geleden of van 25 jaar geleden zou u versteld staan over de diepgang van die recensies, over de moeilijke woorden die erin gebruikt werden, waar niemand zich aan stoorde, over het feit dat er nagedacht werd over de boeken die besproken werden, over het feit dat er toen ook aandacht was voor de Nederlandse literatuur in plaats van de bestsellerliteratuur, over het feit dat elke krant eigen accenten legde. Vandaag kan ik voorspellen welke boeken volgende week in alle kranten tegelijk zullen staan en welke boeken geruisloos zullen verdwijnen. Institutioneel, de boekhandel, de televisie, de radio, ongeveer alles is afgeschaft wat er aan boekenprogramma's bestond. Institutioneel is er blijkbaar geen behoefte aan literatuur. Is er geen behoefte aan de aanwezigheid van literatuur, aan de blijvende aanwezigheid van literatuur. Je moet zich maar eens afvragen wie de grote schrijvers zijn uit de wereldliteratuur en vervolgens trachten die terug te vinden in het Nederlandse taalgebied, in vertalingen, in allerlei edities. Gelukkig, voor sommigen onder ons, is er internet waar heel veel beschikbaar is. Institutioneel is er duidelijk een probleem. Institutioneel is er een probleem dat eigenlijk geen boekenprobleem is. Er wordt vaak gezegd van mensen lezen niet meer. Maar ik heb het lijstje meegebracht met de bestverkopende boeken van afgelopen jaar. En dat zijn gigantische verkoopcijfers. En er staat een roman tussen. Oorlog en Terpentijn. En als u wil, staat er nog een tweede roman tussen. Pieter Aspe. En daarnaast staan er 4 boeken met de titel Puur. Geschreven door wat ongetwijfeld een pure vrouw moet zijn, Pascal Nasus. Puur genieten, puur koken, puur dit, puur dat. 3 Kiekeboes. 2 Amoras. De nieuwe stripreeks van Suske en Wiske. En zo kan ik nog wel een tijdje voortgaan. Er wordt heel veel verkocht, er wordt heel veel aangeboden, maar de looptijd loopt terug. Het aandeel van literatuur loopt terug. De belangstelling voor literatuur loopt terug. Behalve hier vandaag om de dood van de literatuur samen met mij te fêteren. Maar er is een tweede probleem. Het is misschien nog veel ingrijpender. De literatuur zelf is blijkbaar niet meer zeker van wat ze wil. Is niet meer zeker van waar ze naartoe wil. Is niet meer zeker van haar eigenheid, haar identiteit en haar vanzelfsprekendheid en haar belang in de maatschappij. En je ziet het heel duidelijk in het feit dat er voortdurend gevraagd wordt naar urgente literatuur. Boeken moeten, en u moet de krant maar eens nalezen, urgent zijn. Wat betekent urgent zijn? Urgent zijn betekent schrijven over datgene wat deze week aan de orde is. Een tyfo in Wallonië bijvoorbeeld. Of de vraag of de werklozen eigenlijk door een verhoging van de BTW veel gelukkiger zullen worden, zoals sommige ministers ons voor ogen houden. Dat is urgent. Urgent zijn boeken over Afghanistan. Boeken over ISIS. Boeken over hangende kwesties. Ja, boeken over allerlei rellen. En u ziet, de spraakmakende auteurs zijn auteurs die zich daarnaar richten. Michel Houellebecq in Frankrijk. Arnon Grunberg bij ons. Het zijn auteurs die niet alleen urgent willen zijn. Het zijn auteurs die tot op zekere hoogte ook controversieel willen zijn. Urgentie alleen is niet voldoende. Blijkbaar moet men een zekere controversie met zich meebrengen. En op die manier wordt men een brand, wordt men een merk, wordt men iets waarmee kranten kunnen uitpakken, wordt men iets wat in de boekhandel op een stapeltje terechtkomt in plaats van verticaal geclasseerd op 1 exemplaar in het rek. Over de vraag wie poëzie gewonnen heeft, de VSB-prijs, daar durf ik niet eens de vraag nog stellen. Want ik vermoed dat het antwoord erop even onduidelijk zal zijn als de vraag die ik stel. Poëzie, VSB, nooit van gehoord. Erger nog, de literatuur is in crisis en vindt die crisis blijkbaar vanzelfsprekend. De literatuurstudie is dat evenzeer. De dood van de literatuur is geen titel van mij. Het is een titel die elk jaar in enkele varianten in minstens 25 publicaties te lezen valt. Men gaat ervan uit dat de literatuur dood is en dat is nog ingrijpender, daardoor ook de studie van literatuur, zoals die een paar eeuwen lang beoefend is,
eigenlijk geen zin meer heeft. En wat stellen we vast? Nederland ligt altijd voorop op ons, dat weet u. In Nederland zijn verschillende instituten voor literatuur hervormd. Tegenwoordig studeer je in Amsterdam literatuur en communicatie. Of studeer je literatuur en media in Groningen. Of studeer je literatuur als een onderdeeltje in culturele studies. Overal zie je dat die vraag naar de urgentie van literatuur, naar het belang van literatuur, dat die er eigenlijk toe leidt dat literatuur zelf wordt afgebouwd. Nu, wat maakt die vraag interessant, interessanter dan die vaststelling, is het feit dat wij over literatuur spreken als iets wat levend is. De dood van de literatuur. Als iets wat vanzelfsprekend is. De dood van iets wat we blijken te kennen. Als, en dat is voor mijn verhaal heel belangrijk, als iets wat temporeel is. Als je spreekt van iets wat doodgaat, dan heb je het eigenlijk over een ondergang, maar dan heb je tegelijkertijd over een bepaald verloop in de tijd. En een van de cruciale vragen, een vraag die weinig gesteld wordt, is de vraag: waar komt die literatuur dan vandaan? Hoe komt het dat literatuur geboren is? En wat betekent dat dan voor haar leven en voor haar levensduurte? Wij gaan allemaal dood. Daar hoeven we zelfs geen lezing van de 21ste eeuw voor te volgen. Maar dat literatuur doodgaat, vinden we blijkbaar toch iets bevreemdends. En dat is in die zin bevreemdend omdat wij niet gewend zijn van over literatuur in die termen te denken. Ons klassieke beeld van literatuur en ook het beeld van de literatuurstudie, het beeld waar ik mee grootgebracht werd, is dat van literatuur is een soort van eeuwig fenomeen. Bepaalde schrijvers zijn eeuwige schrijvers. Zijn schrijvers van alle tijden, zijn universeel. Homeros, Shakespeare, Proust, Thomas Mann, om maar die namen te noemen, horen bij elkaar. Zij vormen het topje van de piramide. Zij vormen de bekroning van de Parnassus. De bekroning van een berg waar de top van de literatuur eigenlijk heerst en blijft heersen. Andere schrijvers en stromingen gaan even omhoog en vallen terug naar beneden, maar die top is onveranderlijk. Dat beeld van literatuur is een beeld dat heel erg humaan gekleurd is, heel erg humanistisch gekleurd is. Literatuur belichaamt in dat beeld eigenlijk iets universeels, iets transhistorisch eeuwig en iets van alle tijden en alle plaatsen. Literatuur in die visie wordt gelijkgesteld met het schone, het goede en het ware. Ondanks het feit dat literatuur geassocieerd kan worden met verbeelding, betekent het eigenlijk dat ze een ander soort waarheid, voor de jongeren onder jullie een virtuele wereld, dat ze dat eigenlijk belichaamt. En dat dat weet op een overtuigende en blijvende manier te doen. Dat beeld van literatuur, dames en heren, is een beeld dat eeuwenlang geheerst heeft, is een beeld dat verdwenen is. Dat is verdwenen door allerlei omstandigheden. Dat is verdwenen doordat het idee van de wereldheerschappij voorbij is. Is verdwenen doordat het idee van de universele waarden van de Franse Revolutie, vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid, verdwenen is. Is ook verdwenen door de opeenvolgende drukkingsgroepen. De vrouwen die vastgesteld hebben dat er alleen mannen waren. De andere rassen die vastgesteld hebben dat alleen maar blanken waren. De niet-Europeanen die vastgesteld hebben dat dat lijstje toch heel erg Europeaans klonk. Enzovoort en zo verder. En vandaag zitten we daardoor met een veel verbrokkelder beeld. Een beeld dat het ook mogelijk maakt om literatuur op een andere manier te gaan bekijken. Literatuur is in elke periode anders. Ook al hebben wij geleerd om te leven met de illusie dat ze altijd hetzelfde is. Als ik 's morgens wakker word, is mijn vrouw altijd anders. En als ze hier was, zou ze dat bevestigen. Maar voor de lieve vrede doen wij alsof ze altijd hetzelfde is. En zij doet alsof ik altijd dezelfde ben. Met literatuur is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Wij willen bepaalde risico's liever niet lopen. Want als literatuur verandert, wat zegt dat dan over onze universele waarden? Wat zegt dat dan over ons esthetisch oordeel? Wat zegt dat dan over ons opvoedingsproject? Dat is het verhaal dat ik nu in het tweede deel van mijn uiteenzetting tracht in hele grote lijnen te schetsen.
dat begrip literatuur, waar wij vandaag van denken dat het een ondergaat, waarvan men eeuwenlang gedacht heeft dat het eeuwig en onveranderlijk was, waar komt dat vandaan? Het komt niet van de Grieken. En het komt niet van de middeleeuwen. Het is een verhaal dat min of meer samenvalt met de uitvinding van de boekdrukkunst, met de technologie. Een technologische evolutie die eigenlijk de hele productie van cultuur, maar eigenlijk ook de hele consumptie van cultuur ingrijpend heeft veranderd. En u kan nu al raden, het is geen toeval dat net vandaag, op een moment dat wij een even ingrijpende technologische evolutie meemaken, met internet, met computer, met virtuele werelden, dat net op dat moment eigenlijk dat verhaal naar zijn eind lijkt te lopen. De boekdrukkunst heeft op allerlei manieren, als het ware, de literatuur veranderd. De verteller wordt plots een schrijver. De verteller die een tekst vertelt van iemand anders, wordt in feite de eigenaar van een tekst. En in die periode beginnen we ook, als het ware, het idee te zien dat een tekst een naam heeft. Het is trouwens dezelfde periode waarin voor het eerst een schilder zijn naam onder een schilderij zet. En in ons taalgebied is dat, niet verwonderlijk, Jan van Eyck. Die als eerste, zegt men, dus ook heel moeilijk historisch te staven, als het ware zijn naam heeft toegekend aan een werk wat hij gemaakt heeft. Tevoren is er een orale literatuur. Er is een verteller en er is een publiek. De boekdrukkunst verandert dat ingrijpend. Er wordt nog lang sociaal gelezen. Er wordt nog lang in genootschappen voorgelezen. Maar het is in principe mogelijk vanaf dan om individueel te lezen. Om op gelijk welk ogenblik gelijk welk boek te lezen. Dat is een ongelooflijke mentale verschuiving. Want in die periode ontstaat ook stilaan een beweging die we ons nog nauwelijks kunnen voorstellen, de beweging van het hardop lezen naar het stil lezen. En dat heeft eeuwen geduurd. En velen onder u zullen nog wel verhalen gehoord hebben over oma en opa die eigenlijk bij de winteravonden rond het vuur zaten waar werd voorgelezen. Dat orale blijft heel belangrijk, maar orale is gebaseerd op onmiddellijke interactie met het publiek. Een schrijver die zijn publiek niet meer kent, die zijn publiek niet meer beheerst van gezicht tot gezicht, zoals ik dat vandaag nog probeer te doen, ja, die moet zich richten tot iets anoniems. Die gaat een andere structuur uitbouwen. Dat lezerspubliek wordt in principe ook veel groter. Plots gebeurt dat niet, maar geleidelijk aan komen boeken in handen van andere mensen. In handen van mensen die kunnen lezen, die leren lezen. En dat is niet langer de geestelijkheid. En dat is niet langer een topklasse. Stilaan ontstaat het idee dat meer en meer mensen kunnen lezen. En vanaf dat ogenblik natuurlijk ontstaat ook het idee dat mensen baat kunnen hebben bij lezen. Tegelijkertijd horen we vanaf dat moment al de klacht die al van bij Plato komt, dat lezen gevaarlijk is. Dat er risico's aan verbonden zijn. Als alle mensen de Bijbel kunnen lezen, zal dat dan niet leiden tot allerlei vreemde zaken? En de eerste grote ketterij is in feite een vertaalslag. Luther, die de Bijbel uit het Latijn vertaalt in de volkstaal. Met de bedoeling om de Bijbel als letterlijke tekst bij zoveel mogelijk mensen te brengen. En u ziet, die technologische revolutie zorgt eigenlijk voor een hele sociale omwenteling, voor een hele culturele omwenteling. En daarbij komt nog het technische object. Een gelezen, gedrukt boek levert allerlei nieuwe mogelijkheden op. Je kunt iets terug opzoeken. Je kunt teruggaan. Je kunt vooruitgaan. Dingen die bij een orale vertelling heel moeilijk zijn. U kan moeilijk onderbreken en zeggen, meneer, kan u 20.000 verzen geleden nog eens zeggen wat u toen gezegd hebt? In dit geval kan dat nu. Daarbij komt het hele optische gegeven. Illustraties zijn mogelijk. Glossen, commentaren zijn mogelijk. Men kan in een boek schrijven en zich dat boek toe-eigenen. Men kan bepaalde passages aanduiden. Het zijn dingen die in de manuscriptcultuur van de middeleeuwen weliswaar bestaan, waar we ook sporen van kunnen terugvinden, maar die per definitie eigenlijk zich richten tot een heel
beperkte schaal van verbruik een hele regionale, om niet te zeggen plaatselijke structuur van de literatuur. Literatuur wordt geleidelijk aan universeel. Literatuur wordt iets voor een breed publiek. En er is het idee dat literatuur eigenlijk als het ware iets extra's kan betekenen. En van bij het begin zien we heel duidelijk twee belangrijke functies van literatuur opduiken. Aan de ene kant het idee dat literatuur ons iets kan leren. Aan de andere kant het idee dat literatuur een medium is dat kan amuseren, dat kan entertainen. En de grote vraag zal zijn, hoe gaat literatuur daarmee om? Het vervolg van dat verhaal, ik ga heel snel, is een succesverhaal. Literatuur kan bijna alles. Literatuur kan bijna alles. Literatuur wordt belangrijker en belangrijker en belangrijker. Men gaat meer en meer denken in verhalen. Men gaat meer en meer denken in verbeelding. Meer en meer gaan kinderen op school ook literatuur leren lezen. Namen van auteurs worden belangrijk, oeuvres worden belangrijk, boekwerken worden belangrijk. En we zien dat heel Europa, als het ware, circuleert met al dat soort materiaal. En dat met name de boekdrukkunst uit de lage landen, waar we ook zaten voor een stuk met politieke en godsdienstvrijheid tot op zekere hoogte, dat die als het ware uitgedragen wordt naar heel Europa. Dat is een succesverhaal, maar het is een succesverhaal dat voor een stuk verandert in de loop van de 18e en het begin van de 19e eeuw, op het ogenblik dat de maatschappij verandert. En sociologen spreken in dat verband van de moderniteit. Het idee dat een maatschappij niet meer gebaseerd is op klassen, maar dat de maatschappij gebaseerd is op functies, op rollen, op competenties. En ik weet wel, sociale geboorte, sociale afkomst blijven enorm belangrijk, maar er ontstaat zoiets als sociale mobiliteit. Mensen kunnen iets leren. Mensen kunnen zich gaan specialiseren. En dat is een proces dat een hele tijd in beslag genomen heeft, maar dat ertoe geleid heeft dat wij eigenlijk zitten met een maatschappij zoals vandaag. Met professionele, functionele differentiatie in plaats van een hiërarchische differentiatie. Met al de problemen die we hebben met democratisering en niet-democratisering en nieuwe bevolkingsgroepen, dat neemt niet weg dat dat eigenlijk een hele fundamentele omslag is. Nu, in die omslag krijgt literatuur natuurlijk een heel nieuw beeld. Daarvoor is literatuur de uitdrukking van degene die de literatuur besteld heeft. De drukker, de vorst, de lokale vorst, de klerus, de kerk. En literatuur is de drager van een boodschap die daarmee te maken heeft. In die modernisering valt dat één voor één weg. De theologie vindt zichzelf interessanter dan de literatuur. En de literatuur heeft aan de theologie niet meer hetzelfde te vertellen. Het recht ontstaat, waardoor de literatuur weer een stukje inboet. De wetenschap komt tot uitdrukking. En de hele didactische literatuur valt achterwege. En op die manier eigenlijk ontstaat, negatief gesproken, ontstaat een situatie waarin de literatuur eigenlijk haar vanzelfsprekendheid verliest. Maar waarin ze, als het ware, voor het eerst de vraag kan stellen van en wat nu? En we zien dat op dat moment eigenlijk ons moderne concept van literatuur ontstaat. Literatuur als schone letteren. Literatuur als het cultiveren van schoonheid. Literatuur als het brengen van een eigen waarheid. En in die periode ontstaat ook volop het experimenteren met wat wij vandaag fictie noemen. Pseudo-realiteiten, zouden we kunnen zeggen. Want het gaat niet over leugens, het gaat eigenlijk over het verzinnen van alternatieve realiteiten. Van virtuele werelden, om het in de terminologie van vandaag te stellen. En literatuur krijgt eigenlijk op die manier een totaal eigen functie. En zal, als het ware, die vrijzone claimen voor zichzelf. En institutioneel, het boekbedrijf, gebeurt dat door allerlei nieuwe uitgevers. Uitgevers die zich toeleggen op dit type van literatuur. Geleidelijk aan ontstaan er ook reeksen boekjes, de blauwe boekjes en andere vormen van boekjes, die eigenlijk goedkoop zijn, die bestemd zijn voor een breed publiek en die ontspanning op een leerzame manier garanderen. We krijgen genootschappen van literatuur. We krijgen kamers van literatuur waar mensen gaan voorlezen aan elkaar, waar mensen elkaar gaan becommentariëren. We krijgen speciale tijdschriften. We krijgen prijzen
En we krijgen in de loop van de 18e, begin 19e eeuw, krijgen we aan de universiteit leerstoelen voor literatuur. Literatuur wordt eigenlijk een soort van domein op zich. Waar het in het begin ondergeschikt was aan andere domeinen, wordt het eigenlijk een soort domein op zich. Sterker nog, de aantrekkingskracht van literatuur is zo groot, de populariteit van literatuur is zo groot, dat ze in een soort van omgekeerde beweging de hele wereld terug accapareert. Dat de literator, denk aan Jules Verne een tijd later, als het ware over de wetenschap kan schrijven. Dat opnieuw Guido Gezelle in zijn literatuur als het ware de hele godsdienst terug kan meenemen. En dat literatuur eigenlijk opnieuw zich het recht gaat voorbehouden om op een eigen manier over alles een mening te hebben. En dat triomfverhaal van de literatuur wordt eigenlijk al maar belangrijker. En literatuur begint zichzelf te organiseren. We krijgen allerlei handboeken, allerlei stijlboeken, waarin geschreven wordt hoe verschillende genres zich van elkaar onderscheiden, waarin uitgelegd wordt welke beeldspraak kan, welke woorden gebruikt mogen worden. En wij beseffen dat vaak niet. Dat is de periode waarin eigenlijk ook een bepaald onderwijssysteem tot stand komt. Een onderwijssysteem dat velen onder u nog kenden en waarbij de laatste jaren van de humaniora, die heten niet computerwetenschappen, maar die heten de poëzis en de retorica. Literatuur werd beschouwd als het sluitstuk van de vorming tot gecultiveerde volwassenen. Als u dat hoort, komt u volgend jaar taal en letterkunde studeren. Poëzis en retorica. Poëzis, de genres van het proza en de poëzie. En ook de jongeren onder u zullen zich nu plots herinneren dat ze in het vijfde jaar van de humaniora vaak allemaal poëzie kregen en romans kregen. Het zesde jaar is dan eigenlijk meer opnieuw die maatschappelijke inbedding van literatuur, het gebruiken van die functies, van die stijlen, voor het brengen van essays, voor het schrijven van beschouwelijke teksten, de retorica, het leren praten, opnieuw op basis van de literatuur zelf. In die periode ontstaat natuurlijk ook het grote schrijverschap. Die naamloze schrijver wordt plots een groot schrijver. En we krijgen het idee van verzamelde werken. We krijgen de eerste aanzetten tot auteursrecht, waarbij een auteur intellectueel en financieel de eigenaar wordt van zijn werk. Zijn handtekening wordt eigenlijk een soort van aspect dat daarmee samenhangt. En paradoxaal genoeg wordt een schrijver zo belangrijk als schrijver, professioneel, dat hij zich kan mengen in om het even welk debat. Dat hij als schrijver vanuit zijn literaire positie opnieuw maatschappelijk gezag verwerft. Op een onafhankelijke manier. En dat wordt verzinnenbeeld natuurlijk in de legendarische tekst van Émile Zola, J'accuse, waarin hij stelling neemt in een waar politiek debat van zijn tijd, de Dreyfus-affaire. En dat doet hij niet als politicus. Doet hij niet als intellectueel. Doet hij nadrukkelijk als literair auteur. De literatuur heeft aan de ene kant een aantal dingen moeten laten vallen, maar heeft die eigenheid zodanig groot gemaakt, heeft dat prestige zodanig ontwikkeld, dat ze als het ware overvloeit. Dat ze opnieuw relevant wordt voor alle domeinen in de maatschappij. Af en toe ook een doekje voor het bloeden. Freud heeft één grote prijs gekregen tijdens zijn leven. Het was een literaire prijs. Omwille van de stijl van zijn werk, niet omwille van de originaliteit van zijn denken. En Winston Churchill kreeg na de oorlog de Nobelprijs, niet die voor de vrede, maar die voor de literatuur. Ja, wat toont hoe het prestige van de literatuur op die manier nog leeft, maar toont ook hoe rekbaar dat idee van literatuur eigenlijk is. Dit opgangsverhaal kantelt. En het kantelt merkwaardig genoeg op het moment waarop wij de literatuur het allerbelangrijkst lijken te vinden, in de periode van de avant-garde, in het begin van de 20e eeuw, het eind van de 19e eeuw. Vanaf Baudelaire zegt men, kijk, gaat literatuur iets anders doen. Vanaf dat moment gaat literatuur eigenlijk die dienstbaarheid weigeren. Dienstbaarheid die ze eerst had, die ze dan verloor en terug voor een stuk herwonnen had, die dienstbaarheid aan de maatschappij zal ze weigeren. Literatuur wordt het schofferen van de maatschappij.
Literatuur zal zich voor een groot stuk antimaatschappelijk gedragen en zal haar recht opeisen om te weigeren te participeren aan de waarden in een maatschappij. Om te weigeren nog langer dienstbaar te zijn of mee te gaan in dat project, dat opvoedkundig project. En op dat moment gaat literatuur eigenlijk zich toeleggen op het exploreren van zichzelf. Tegelijkertijd met die publieke weigering ontstaat eigenlijk een soort van concentratie waarbij literatuur op zoek gaat naar zuiverheid. Op zoek gaat naar haar eigen identiteit. Ja. En dat leidt tot succes, maar leidt tot succes op zeer beperkte schaal. De poëzie wordt meer en meer wat wij noemen een autonomistische poëzie. Een poëzie die zo ver gaat dat ze de klanken gaat experimenteren. Ja, onder de maan schuift de lange rivier. U kent dat allemaal van Paul van Ostaaien. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Niets, behalve de klanken die het heeft. En daar heb ik het niet eens over de Dadaïsten met de gedichten. Die zijn er ook, massaal veel. De gedichten waarin de burger een hoer wordt genoemd, die zijn er ook, het schofferen van de burger. In het proza zie je iets vergelijkbaars. De grote moderne romans zijn eigenlijk allemaal romans die zich verzetten tegen het realisme. Die zich verzetten tegen het idee dat literatuur een beeld kan geven van de maatschappij en die eigenlijk van literatuur een soort van antibeeld van de maatschappij willen maken. Maatschappij kritisch, maar vooral ook door het onderzoeken van het bewustzijn. Door het onderzoeken van nieuwe vormen. In de literatuurwetenschap spreken we van een antimimetische literatuur bij Proust, ja, die eindeloos kan spreken over hele kleine details, die nauwelijks iets met de werkelijkheid in de totaliteit te maken hebben. James Joyce, ja, die heel ver gaat in zijn taalexperimenten. En men heeft het idee van, kijk, dit is waar moderne literatuur om te doen is. Eindelijk laten wij die dingen van ons vallen. Vandaag zien we natuurlijk dat er heel veel maatschappij in Proust zit. Dat er heel veel maatschappijkritiek in Joyce zit. Maar op dat moment legde men vooral de klemtoon op dat taalexperiment. Literatuur was autonoom. Onafhankelijk met een slogan die we kennen, kunst om de kunst. Ja, literatuur om de literatuur. En de schrijver eist zich het recht op om volledig onafhankelijk te zijn, maar ook volledig individueel te zijn. Ja, hij is gericht tegen de maatschappij. Hij kiest voor een houding als outsider. En hij gaat dat eigenlijk cultiveren. En hij gaat dat zodanig cultiveren dat in feite het publiek hem gestolen wordt. Ik spreek in de mannelijke vorm, er zijn ook wel vrouwelijke auteurs, maar het is hoofdzakelijk een mannelijk verhaal tot nu toe. Hij gaat als het ware dat publiek minachten. En publiek succes, wat er in die periode bestaat, wordt beschouwd als een slecht teken van literatuur, als een geringe literaire kwaliteit. De ideale schrijver is wat men noemt een writer's writer. Een schrijver die schrijft voor een hele kleine kring van ingewijden. En die, als het ware, voor die mensen een soort van laboratoriumsituatie biedt. Ja, waarbij ze eigenlijk, als het ware, steeds verder kunnen gaan en steeds verder kunnen exploreren en discussiëren wat er gebeurt. De grote uitgevers die zijn voor dat soort literatuur gestolen. Ze zijn commercieel niet aantrekkelijk, maar dat willen ze ook niet. Ze richten allemaal hele kleine uitgeverijtjes op, hele kleine tijdschriften op. Die kleine cirkel van 15 mensen die elkaar adoreren, wordt veel belangrijker dan die hele maatschappij die zich daarom bevindt. En paradoxaal genoeg, op het moment dat het lezerspubliek alsmaar toeneemt, met vrouwen die kunnen lezen, jongeren die kunnen lezen, lagere standen, zoals de boeren die meer en meer naar school moeten gaan en leren lezen, op dat moment ontstaat er een tweespalt tussen wat men noemt lectuur, ontspanningsliteratuur, slechte literatuur, domme literatuur, en aan de andere kant de echte grote literatuur met een L, die aan universiteiten wordt bestudeerd, die door een hele kleine kring van mensen wordt gelezen en waarbij die kleine kring van intellectuelen eigenlijk zichzelf kan distantiëren. Zichzelf superieur kan achten tegenover die gewone lezers. Als het ware kan delen in het pure esthetische genoegen. Dat is eigenlijk iets waar ik altijd van gedroomd heb. Wakker worden en weten dat er een kleine elite is en dat ik daartoe behoor. Maar helaas, en u hoort het al aankomen, dat verhaal is eigenlijk ook voor een stuk het verhaal van de dood van de literatuur. Want literatuur
die zich alleen nog wil richten op het exploreren van taal. Wat betekent die nog? Wat betekent die nog voor om het even wie anders dan degene die ze geschreven heeft? Literatuur die alsmaar meer zuiver wil zijn. En in de poëzie heeft men het over poëzie puur. De droom van een soort zuiverheid, die leidt eigenlijk tot de cultus van het grote niets. En Mallarmé wordt vaak beschouwd als de dichter die eigenlijk het niets tot de ultieme esthetische waarde heeft verworven. En in de schilderkunst zien we hetzelfde. Abstracte schilderkunst wordt monochrome schilderkunst. En wat kunnen we nog na de monochrome schilderkunst hebben? Nog iets monochromer dan monochroom? Een leegdoek. Daar bevindt zich de grote autonome kunst. En wij allemaal zijn eigenlijk bevuild, bezoedeld. We zijn eigenlijk allemaal minderwaardig. En we zitten met het probleem dat dat project op zich, ja, als het ware, gedoemd is om dood te bloeden. In radicalisering, in verdere versnippering. Maar vooral met een probleem dat eigenlijk de band met de lezer, de band met de maatschappij, de band die literatuur een soort van levensvatbaarheid heeft gegeven voor een breed publiek, dat die eigenlijk, als het ware, systematisch is verdwenen. In deze moderne cultus wordt literatuur per definitie exceptioneel. Niet meer de spreekbuis van een maatschappij, niet meer de spreekbuis van een aantal waarden, een aantal idealen, maar exceptioneel, uitzonderlijk, onherhaalbaar, want een uitzondering. En die aparte positie die wordt eigenlijk verankerd, als het ware, in het kunstenaarschap, die wordt verankerd in het schrijverschap. En dat leidt tot een gigantische crisis in de tijd van de jaren 90. En dat wordt gesymboliseerd, alles heeft een symbool nodig, door de periode van 9-11. Daar ontstaat plots het feit dat men vaststelt dat dat spelen met taal, die zoektocht naar zuiverheid, dat die eigenlijk als het ware van de ene dag op de andere niet meer functioneert. En zeker in Amerika is het bijna onmogelijk geworden om dat verhaal van de avant-garde en die zoektocht naar een autonome literatuur, om dat eigenlijk nog voor te zetten. Wij zaten met z'n allen, toch de ouderen onder ons, naar de televisie te kijken en het leek alsof al die films die wij gezien hadden, alsof die plots werkelijkheid waren. We zagen de WTC-torens in vlammen opgaan en we dachten eigenlijk van, en nu komt er een held. Bruce Willis is op komst. En zo leek het ook op de televisie, want er waren allemaal brandweerauto's en er waren allemaal helden en van 's morgens tot 's avonds op CNN werden allerlei helden de tonelen gevoerd. En hetzelfde verhaal hadden we in West-Europa al eens gehad met de val van de muur. En allemaal zijn het mediatieke gebeurtenissen geweest die op een of andere manier als een soort van nieuwe literatuur in scène worden gezet en die eigenlijk ons confronteren na enige tijd met een soort van leegte. Wat vermag literatuur op deze periode? Wat kan literatuur op dat moment? En daar zitten we eigenlijk met de situatie van vandaag. Dat idee van literatuur, de incarnatie van iets eeuwigs, wat ze zelf gecultiveerd heeft, de incarnatie van iets zuivers, de incarnatie van het schone, het ware en het goede, iets wat gekristalliseerd is en waar mensen als het ware voor in aanbidding moeten zijn, wat alleen maar gegeven is aan ingewijden of aan mensen die heel lang studeren om ingewijd te raken, het beeld waar velen onder ons mee grootgebracht zijn, met iemand die het wist en die het kon uitleggen. Ja, ik zeg het, ik heb heimwee naar vroeger, maar dat is niet veel aan te doen. Dat beeld zijn we eigenlijk kwijtgeraakt. Toen ik studeerde, wisten wij wat goede literatuur was. Goede literatuur was datgene wat op de leeslijst stond. Al de rest deugde niet. En een van de beroemdste professoren die ik ooit gehad heb, professor Herman Servot, vice-rector van deze universiteit, een van de grootste intellectuelen die ik kende, heeft ooit tegen mij gezegd, Dirk, ik vind dat het werk wat je doet heel interessant is, maar zou je nu toch niet af en toe eens bezighouden met belangrijke teksten, in plaats van met een groot verhaal over de literatuur en het lezen van science fiction. Ik heb het altijd begrepen. Ik had kunnen luisteren, maar dat is niet in mijn aard. Ik heb dus een verhaal gemaakt, een theorie gemaakt, waarin mijn verhaal ook zijn plaats heeft
en ook past. En dan zitten we vandaag, en dat is het eind van mijn verhaal, bij de vraag, wat nu? Is de literatuur dood? Dat concept is tot op zekere hoogte dood. Is tot op zekere hoogte ontdaan van zijn relevantie. Is tot op zekere hoogte ook zijn vulling kwijtgeraakt. Men zou kunnen zeggen, het is de body eigenlijk kwijtgeraakt. Er is een soort van skelet overgebleven. Er is geen waardering meer voor dat soort literatuur. Niet bij het brede publiek. Die willen geen experiment na experiment na experiment. Ook niet meer bij de literaire kritiek. Die zitten daar ook niet meer op te wachten. En bij de auteurs zelf is dat ook grotendeels achterwege gelaten. Veel van die auteurs hebben het gevoel van we hebben het gehad. En wij stellen vast dat veel experimentele auteurs, veel van die auteurs die geloofden in die esthetica van de literatuur, dat die eigenlijk gaandeweg dat hebben laten varen. Dat die gaandeweg ouder geworden zijn, bezadigder geworden zijn, misschien ook gewoon wat naïver geworden zijn. En hun dromen hebben laten vallen voor een bepaald soort realiteit. En het idee van die eeuwigheid van literatuur zijn we daardoor ook kwijtgeraakt. En daardoor zitten we met een literatuur die modieus moet zijn. Ik weet wel, literaire critici noemen dat urgent. Literatuur die belangrijk is. Maar wat is belangrijk? Elke week verandert het belang. Elke week denk ik, die partij staat daarvoor en die partij staat daarvoor. En dan denk ik, de pauze is daarvoor en is daartegen. En elke week is er iets anders. En elke week verandert het. En elke week zit ik mij af te vragen van hoe moet de schrijver daarmee omgaan. En we zien meer en meer dat schrijvers zich richten op dat moment. Dat literatuur vandaag niet meer gericht is op het eeuwige, maar in tegendeel uitsluitend nog wil werken op het contemporaine. Op het idee van, ik wil vandaag relevant zijn. Wat er volgende week komt, dat zullen we wel zien. Wat er over 10 jaar komt, zullen we wel zien. En misschien ontstaat er een soort nieuw ideaal, waarbij eeuwigheid betekent dat je op een bepaald moment iets hebt kunnen veranderen. Dat je op een bepaald moment iets hebt vermogen in literatuur dat niet bestaat. Literatuur heeft niet alleen dat prestigeverlies, ze heeft eigenlijk ook haar identiteitsverlies. Er is geen verschil meer tussen grote literatuur en lage literatuur. Als ik naar de FNAC ga, ligt het allemaal door elkaar. Als ik kijk naar de literaire kritiek en de standaard, dan zie ik daar evenveel recensies van wat ik wereldboeken noem als recensies van mainstream bestsellers. Als recensies van literaire thrillers. Alleen al het idee dat bepaalde boeken plots het segment literair krijgen, wijst erop dat al die onderscheidingen waar literatuur eeuwen zich op gebaseerd heeft, dat die eigenlijk grotendeels zijn weggevallen. Binnenkort hebben we de literaire kookboeken. Daar kom ik straks nog op terug. Maar in feite is het idee van literatuur voor een elite. Literatuur die mensen hoger wil brengen. Het hele bildungsideaal van literatuur is eigenlijk vervangen grotendeels door een verhaal dat zegt literatuur is publieksliteratuur. Literatuur komt tegemoet aan het publiek. Terwijl de vroegere literatuur er eigenlijk op gericht was om het publiek, als het ware, op te eisen voor de literatuur. Vandaag is publieksliteratuur schering en inslag. En dat geldt ook voor tal van grote auteurs, die eigenlijk schrijven met het idee van een verfilming en het idee van een vertaling voor ogen. Het is makkelijk aantoonbaar dat de latere werken van Mulisch, dat die echt wel gemaakt zijn met het idee van ik ben een Europees auteur en ik word vertaald. En je ziet dat een aantal formules, dat een aantal manieren van schrijven, dat een aantal thema's eigenlijk bestemd zijn voor die literaire markt. Wie een boek van Dan Brown gelezen heeft, en ik vermoed dat achteraan dat heel wat mensen moeten zijn, die weet dat een boek van Dan Brown altijd op dezelfde manier begint. Het begint met een dramatische scène. Iemand op een hoog, of in een kelder, of ver weg, of aan de zee. En er gebeurt iets, en die pleegt zelfmoord of die gaat dood. En dan begint het verhaal. Er is niets aan. Een gewone conventie. Maar het is de conventie van de openingsscène van een film. Schrijvers gebruiken meer en meer, als het ware, ook die film en het idee van de finaliteit van de film in hun werk. En de lezers, die kunnen ze ook niet meer vertrouwen. Lezers zijn zappers. Ik ben een professioneel lezer
voor zover de universiteit mij daar nog tijd voor geeft. Maar ik lees alles wat ik eigenlijk niet meer zou mogen lezen. Ik heb alle delen van Harry Potter gelezen. Ik kan zonder problemen meediscussiëren over de 12 delen van The Wheel of Time. Ik kan zonder problemen iets zeggen over Dan Brown. En ik weet dat ik 50 Shades of Grey nog niet gelezen heb, maar ik kan u nu al zeggen, ik zal die schade trachten in te halen. En ik lees niet alleen al die boeken, ik lees ze ook nog allemaal uit. Behalve Twilight, daar ben ik na het tweede deel echt niet meer verder geraakt. Er zijn grenzen, ook voor deze culturele zapper. Maar ik zou het hebben over het voortleven van de literatuur. Over de vraag of literatuur nog bestaat. Over de vraag of literatuur nog kan verrijzen. En op die vraag zijn er verschillende antwoorden mogelijk. En u mag kiezen met welk antwoord u het liefst naar huis gaat. En de rest zal u achtervolgen in uw nachtmerries. Er is een verhaal dat zegt, zo erg is het niet met de literatuur. Mensen hebben altijd gelezen, mensen zullen altijd blijven lezen. Kijk maar, de boekhand ligt vol. Shakespeare is er nog altijd. Homeros is er nog altijd. Hij wordt voortdurend opnieuw vertaald. En voor diegenen onder ons die dat te moeilijk zouden vinden, is er nog altijd Disney. En Disney zal dat ook wel doen. Nu, u kan daarmee lachen, maar als ik aan iedereen hier zou vragen, wie kent de Drie Musketiers, dan zegt u ja. Wie kent Don Quixote? Ja. Wie kent Michael Strogoff? Dat is al wat moeilijker. De koerier van de tsaar. Er zijn nog een aantal mensen die ja zeggen. Wie heeft die boeken gelezen? Niemand. We hebben die gelezen in bewerkingen voor kinderboeken, in verfilmingen. Ja, voor een groot stuk. Niemand van ons heeft Tante in het Italiaans gelezen. Ja, eigenlijk hebben we een ideologie die zegt, je moet Tante lezen in de oorspronkelijke taal. Tolstoj. Ik kan lesgeven over Tolstoj. Ik kan niet zeggen dat ik één roman van Tolstoj helemaal heb uitgelezen. Maar we hebben in onze cultuur eigenlijk allerlei mogelijkheden om met literatuur om te gaan, ook al hebben we niet alle finesses gelezen, ook al hebben we niet alles begrepen. De meesten onder u kunnen met mij een gesprek aangaan over Ulysses van James Joyce. We zullen elkaar perfect begrijpen. We zullen zelfs kunnen zeggen wat we interessant vinden, wat we niet interessant vinden. En eigenlijk zeggen we tegen elkaar, we kunnen er prachtig over praten, maar hebben het geen van allemaal uitgelezen. Dat kan. Ja, dat hoort ook tot literaire cultuur. En in dat opzicht kun je zeggen, er is niet veel veranderd. Het blijft allemaal voortgaan. En dat is het leuke verhaal. Maar ik denk niet dat dat het juiste verhaal is. Er zijn andere verhalen, denk ik, die belangrijker zijn. En die erop wijzen dat literatuur wel degelijk transformeert. Dat er wel degelijk nieuwe vragen zijn en problemen zijn. En dat literatuur tracht daarmee om te gaan op een creatieve manier. En dat gebeurt in de eerste plaats in de literatuur zelf. In de literatuur zelf stellen we vast dat heel veel auteurs opnieuw mikken op leesbaarheid. Ze hebben het idee van, wij willen ons publiek terug. Ze hebben het idee van, literatuur is pas levensvatbaar als ze publiek heeft. Ik ben pas schrijver als ik van mijn pen kan leven, ook economisch gesproken. En we krijgen inderdaad een grote cultus van wat ik noem publieksliteratuur. Het is aantrekkelijk, het is modieus, het is een beetje realisme. Het is een beetje psychologie. Het is eigenlijk de perfecte ontspanningscocktail die we 100 jaar geleden en 200 jaar geleden hadden in het grote realisme. Tolstoj keert terug. Maar hij neemt het formaat van Grunberg, van Houellebecq, van Auster en van tal van andere auteurs aan. Philip Roth. Op zich bijzonder interessante auteurs, maar auteurs die de lezer niet echt uitdagen. Die de lezer tot op zekere hoogte provoceren, maar die in feite vooral aan de lezer zeggen van loop niet weg. Loop alstublieft niet weg. Ik zal het iets eenvoudiger maken. Ik zal het uitleggen. Mainstream literatuur was 100 jaar geleden anders dan vandaag. En we hoeven daar niet beschaamd over te zijn. Maar het is op zich interessant om te kijken hoe eigenlijk dat 19e eeuwse ideaal van we zijn realistisch en we gaan een beetje moraliseren, hoe dat eigenlijk vandaag in de literatuur terugkeert. Hoe dat eigenlijk rimpeloos teruggekeerd is. En we kunnen dan zeuren over het gebrek aan durf in de literatuur, maar in feite keert literatuur terug naar wat ze in oorsprong is geweest op het moment van haar grote succes. Het realisme, de moralisering,
de stem van het volk die eigenlijk als het ware gearticuleerd wordt in de personages en de vertelinstanties. In feite vind ik hetzelfde terug in de grote literatuur, in die zogenaamd belangrijke literatuur. Ik heb er daarnet al op gewezen. Stefan Hermans heeft enkele prachtige romans geschreven. Postmoderne romans, grotesk, humoristisch, fantastisch. En niemand heeft ze gelezen. Literaire critici hebben gezegd, dit is een belangrijk auteur. Niemand heeft ze gelezen. Stefan Hermans heeft 10 dichtbundels geschreven. Ik vrees dat niemand onder u die ooit in handen heeft gehad. Stefan Hermans wordt op zijn 60ste oud en bedaagd. En zegt, ik heb hier boekjes liggen van mijn grootvader en ik ga een roman schrijven waarvan de helft eigenlijk bestaat uit die boekjes van die grootvader. En ik neem de Eerste Wereldoorlog, dat is niet echt urgent, maar in Vlaams-nationale kringen, in West-Vlaamse kringen, is dat zeer urgent. Ja, er gaat meer geld naar de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek dan naar de hele cultuur en de hele culturele sector op dit ogenblik. Daar moet u zich wel van bewust zijn. Daarom mag ik mij ook wel een beetje boos maken. Maar in elk geval, Stefan Hermans schrijft eigenlijk een boek voor een breed publiek. Schrijft eigenlijk een makkelijk boek. Schrijft eigenlijk een doorslagje, zou je kunnen zeggen. Een soort van versobering en een soort van versmalling van zijn complex en intrigerend oeuvre. En scoort heel hoog. Remco Kampert krijgt de grote prijs van de Nederlandse letteren. Uiteraard verdient hij die. Je gaat mij geen kwaad woord over horen zeggen. Maar Remco Kampert staat bekend als iemand die op elk moment elke mode heeft kunnen volgen op een zeer bevattelijke, publieksvriendelijke manier. Een auteur die niet zijn publiek wil uitdagen, die niet zijn publiek wil schofferen, die op geen enkel ogenblik ook de literatuur heeft willen veranderen. Maar die perfect de golven van de literaire smaak als het ware heeft gevolgd. Die perfect een teamspeler is in de voetbalelftal van de literatuur. En ik kan zo voortgaan, Aco, Libris, Gouden Uil, ik zal het u besparen, maar gaan allemaal naar relatief brave, relatief leesbare, relatief vriendelijke boeken, die tegelijkertijd ook zeggen van, ik ben literatuur. Ik weet hoe een beeld in elkaar zit. Ik weet hoe een verteller moet in elkaar zitten. En ook voor de poëzie zien we een heel duidelijke herleving van dat klassieke, gematigde beeld. Maar er zijn allerlei nieuwe vormen van literatuur. De technologie staat nog in de kinderschoenen. Maar we zien heel duidelijk nieuwe vormen van literatuur naar voren komen die, als ze blijven doorbreken, want dat is heel moeilijk in te schatten, die het beeld van de literatuur wel eens zouden kunnen veranderen. En dan denk ik in de eerste plaats uiteraard aan de elektronische media. Iedereen was lezer in de 19e, begin 20e eeuw. Vandaag kan eigenlijk iedereen auteur zijn. Om het even wie kan een blog beginnen. Om het even wie kan op een van de vele sites teksten posten. En het grote probleem van vroeger was, hoe raak ik gepubliceerd? Hoe raak ik in een tijdschrift? Hoe raak ik voorbij een jury? Hoe raak ik uitgegeven? Hoe raak ik in de boekhandel? Op dit ogenblik is het grote probleem, help, er zijn geen barrières meer. Iedereen kan om het even wat publiceren. Maar de grote vraag is, hoe vind ik nog iemand die het zal lezen? Ja, ik neem aan met een link op Facebook, maar of dat veel helpt, weet ik niet. Maar het leidt ertoe dat we allerlei nieuwe vormen van literatuur krijgen. En één van de voorbeelden daarvan is uiteraard de blog. Maar een tweede voorbeeld, wat mij veel interessanter lijkt, is het idee van fanfiction. Ja, mensen die een verhaal schrijven in de stijl van een bekend verhaal. Er bestaan duizenden verhalen waarin Jane Austen wordt herverteld. Waarin andere relaties met andere personages ontstaan. Waarin episodes worden uitgewerkt. Er bestaan duizenden teksten van Harry Potter. Waarin Harry Potter wel trouwt met Hermelien. Wel kinderen krijgt met Hermelien. Of waarin Harry Potter valt voor Ron. En duidelijk een andere seksuele geaardheid krijgt. Al dat soort actieve verbeelding die vroeger met het lezen van boeken werd geassocieerd. Ja, stel je een vervolg voor, krijgen nu eigenlijk een aantal kansen. Krijgen een aantal mogelijkheden om mee te werken. Maar ook gevestigde auteurs gaan meer en meer gebruik maken van die nieuwe media. Men gaat intermediaal werken. En het grote voorbeeld is het theater. Toen ik in de humaniora was, kregen wij een theatertekst. We lazen die regel per regel en we hadden het gevoel van zo is theater. Vandaag heb je niets meer aan een tekst.
Theater is een multimediaal spektakel met muziek, met dans, met alles erop en eraan. En voor een groot stuk is het eigenlijk de verzinnenbeelding van die nieuwe media. En loopt het voorop in die strijd van die nieuwe media om een nieuw type literatuur te creëren. De gevolgen zijn ingrijpend. De lezers zijn massaal, de schrijvers zijn even massaal. Tegelijkertijd is auteurschap nauwelijks nog een factor. Wie is eigenaar van wat? Je kunt, en er zijn massa's fora, je kunt discussiëren over elkaars tekst. Je kunt elkaars tekst wijzigen. En ook Paul Bogaert, de laatste staatsprijswinnaar poëzie, heeft een site waarop mensen allerlei alternatieven kunnen formuleren bij zijn gedichten. Ja, en waarin regelmatig een gedicht wordt veranderd in functie van het contact met de lezers. Ja, maar hetzelfde vind je uiteraard terug bij al die blogs. Ja, het nieuwe verhaal, sinds kort, maar elke week heb ik gezegd, is het een ander, is het verhaal van Zoë Suig. Een beroemde blogster, ik had er nog nooit van gehoord, Zoëlla heet ze, een modeblogster, die een groot roman geschreven heeft, Girl Online, en dat is een gigantische bestseller, want Penguin heeft voor verschillende delen, die nog moeten geschreven worden, al een megacontract opgesteld. Helaas blijkt dat Zoë Suig dat boek niet geschreven heeft. Dat het ook niet het verhaal van haar blog is. Dat het de vraag is of ze haar blog wel zelf geschreven heeft. Dat in feite iemand anders dat boek geschreven heeft. Dat is ondertussen allemaal uitgekomen. In de boekhandel ligt overal Zoë Suig, Zoëlla, het nieuwe boek, Girl Online. Auteurschap heeft blijkbaar een andere functie gekregen. Ik hoef geen auteur meer te zijn, ik ben een merk. En er zijn massa's voorbeelden uit de populaire literatuur van merken. Alexandre Dumas heeft de helft van zijn boeken niet geschreven. Die had zijn zonen en een heel bedrijf van auteurs die eigenlijk al die boeken voor hem maakten. Ook in de 19e eeuw. Vandaag Stephen King heeft hetzelfde. Stephen King is een industrie. Stephen King is geen schrijver. Stephen King heeft mensen die alles al maken voor hem. En hij gaat dat eigenlijk eens nakijken. Een nieuwe visie op literatuur die zeer indringend is, die tegelijkertijd zeer interessant is. En die, en dat is mijn laatste transformatie binnen de literatuur zelf, die eigenlijk ook gevolgen heeft voor die avant-garde literatuur. Want die is haar publiek kwijt. Maar die kan opnieuw een niche zoeken van een nieuw publiek. En we stellen vast dat er internationaal een grote herleving is eigenlijk van avant-garde teksten. Van avant-garde teksten in de poëzie, avant-garde teksten in het proza, vaak met hypertekst, vaak met een aantal nieuwe middelen die men heeft. En eigenlijk is het mogelijk om die teksten nu perfect, als het ware, die internationale constellatie te geven die de historische avant-garde, expressionisme, futurisme, ook al nastreefde. Maar bij hen was het heel moeilijk. Boeken moesten verstuurd worden, moesten verspreid worden. Vandaag, met een paar drukken op de knop, is het perfect mogelijk om contact te hebben met iemand in Nieuw-Zeeland die met vergelijkbare dingen bezig is. Dat zijn intellectuele uitdagingen. Dat zijn duidelijk nieuwe vormen van experiment, maar zijn experimentvormen die nog maar net begonnen zijn. Minstens even belangrijk, maar dat ligt voor de hand, daar hoef ik niet veel over te vertellen, is eigenlijk het feit dat literatuur terug overal is. Ik heb gezegd, literatuur is in de 19e eeuw gaan overvloeien naar andere disciplines. Wel, nu vandaag stellen we hetzelfde vast. In de eerste plaats zijn er bepaalde genres die vroeger non-fictie waren, niet literatuur, die vandaag meer en meer literair worden. Die ook literaire prijzen krijgen, die als literatuur worden verspreid. Ik heb een paar voorbeelden, heel voor de hand liggende voorbeelden, reisverhalen. Het boek van Congo van David van Rijbroek krijgt een aantal belangrijke literaire prijzen. Voor een stuk klopt het ook niet met de realiteit, maar de schrijver zegt zelf, ik heb dat gemonteerd. Het is mijn recht als schrijver. Het beeld vind ik veel belangrijker dan de kleine details die eigenlijk in elke zin verscholen worden. Geert Mak is betrapt op honderden onnauwkeurigheden in zijn boek over de geschiedenis van Europa door vakmensen. En hij zegt, ja, maar ik ben geen historicus, ik ben een schrijver. En ik wil verhalen brengen die overtuigend zijn. De biografie, nog zo'n genre dat vroeger alleen gebruikt werd om iets op te zoeken. En vandaag zien we duidelijk, er zijn bestsellers, er is een grote belangstelling voor. De meesten onder u willen graag weten welke zakdoek in mijn zak zit op dit ogenblik. En als u dat echt twee keer vraagt, wil ik die ook wel laten zien. Blijkbaar is er een soort van voyeuristische, interessante belangstelling die eigenlijk ertoe leidt dat dat ook allemaal verhalen worden.
Niet alleen literair gesproken in stijl, het worden ook echt verhalen met een verteller, met tegenstanders, met intriges, ja, met het reveleren van de waarheid op het eind van het verhaal. Helemaal zoals in de grote 19e-eeuwse literatuur. Hetzelfde vindt u eigenlijk ook terug bij een aantal genres die we vandaag nog steeds niet literair zouden noemen. Lees maar een kookboek. Vroeger stond er gewoon in ingrediënten dat. Vandaag, als je wil weten welke ingrediënten je nodig hebt om een gerecht te bereiden, moet je 5 pagina's lezen. De helft van de keren staat er op het eind een ingrediënt dat bij het begin niet stond. Dan moet je dus als het ware alles terug stopzetten en opnieuw beginnen, naar de winkel gaan, want je bent iets vergeten. Het zijn verhaaltjes geworden. Het zijn anekdotes geworden. En mensen willen dat. Want het gewone kookboek is dat van de Boerinnenbond. Dat hoeft geen franjes te hebben. Maar Pascal Nasus kopen we niet in de eerste plaats omwille van de recepten. Dat kopen we omwille van een sfeer. Jamie Oliver is een sfeer. Is een auteur eigenlijk. Iemand met een bepaalde stijl, met een bepaalde manier van vertellen, met een bepaald soort spanning die we eigenlijk krijgen. Columns, opiniestukken, graphic novels. Allemaal nieuwe genres die eigenlijk buiten de literatuur vallen, maar die misschien over 5 of 10 jaar literaire genres zullen zijn. Die misschien in literatuurgeschiedenissen een plaats zullen krijgen. Die het beeld van de literatuur, wat wij hebben, ook ingrijpend zullen hebben veranderd. En dan tot slot kijken wij elke dag naar literatuur. U leest niet meer, maar u weet veel over literatuur. Als u kijkt naar Game of Thrones, dan hebben we het allemaal over bewerkingen van literatuur. 3/4 van wat we op televisie te zien krijgen, is een bewerking van een literaire tekst. We vergeten dat. Er wordt ook alles aan gedaan om ons dat niet onder ogen te duwen. Maar op een of andere manier bepaalt het onze ervaring van literatuur. Maar nog veel spannender is komen eten. Komen eten is de literatuur van vandaag. Ja, een intrige, een verteller die stookt, ja, die de lezer allerlei extra informatie geeft, die ons op het verkeerde been zet, die de spot drijft met zijn personages, offscreen. Personages die gecast worden, ja, precies om per definitie tegen elkaar in te komen. Personages die niet alleen met elkaar praten, maar die ook elk afzonderlijk nog eens iets kunnen vertellen naar de lezer of naar de kijker toe. En intriges over kwaad tot erger. Intriges met punten die gegeven worden. Intriges met mensen die vals spelen. Intriges zelfs met personages die kunnen terugkeren. Zoals dode personages als Sherlock Holmes terug tot leven gewekt werden omdat ze zoveel succes hadden. De televisie is als het ware de grote verhalenmolen van vandaag. Is zeer sprekend, toont alles beter dan iemand het kan beschrijven, maar heeft tegelijkertijd behoefte aan verhalen. Heeft de behoefte aan intriges. U ziet het, dames en heren, in veel opzichten is literatuur opnieuw relevant. En u hebt het waarschijnlijk niet gemerkt, maar eigenlijk heb ik ook een verhaal verteld. Een verhaal als verteller met de literatuur als groot personage. En ik heb de literatuur laten doodgaan, zoals het hoort, heroïs, een beetje ten kosten van haar eigen hubris, haar eigen hoogmoed, zoals een antieke tragedie. En ik heb de literatuur terug laten verrijzen. Maar misschien, vandaag zijn we 21e eeuw, toch als een soort van vampier. Misschien toch wel als een soort van zombie. En tegelijkertijd, als we even terugkijken naar het begin van mijn verhaal, is literatuur altijd al een vampier van zichzelf geweest. Van in het begin dat literatuur tot stand komt, is er eigenlijk altijd al een anti-literatuur geweest. De Don Quixote is de eerste roman, maar is eigenlijk ook in veel opzichten de eerste anti-roman. Met een personage dat almaar nadenkt over het schrijven. Dat alsmaar nadenkt over de waan. Dat eigenlijk vergeet gebeurtenissen te doen, omdat hij zodanig bezig is met het nadenken van hoe zou een ridder zich moeten gedragen? Hoe zou een jonkvrouw zich moeten gedragen? Dat eigenlijk gemankeerd is in zijn verhaal. En voor een stuk ben ik dat ook. Mijn doel was drieledig. Enerzijds u entertainen. Dulci heet dat in het Latijn. U entertainen, en dat moet dan blijken uit uw applaus. Hoewel ik daar relatief onverschillig tegenover sta. Maar doe toch wel iets. Ik wil u ook iets leren. Ik heb geprobeerd dat in mijn verhaal te doen. Maar ik zou een slecht schrijver zijn als ik mij daartoe beperkte. Het belangrijkste voor mijn verhaal is
dat u iets doet, dat u verandert, dat u zich schuldig voelt om die boeken die u niet gelezen hebt. En dat we elkaar volgende week tegenkomen in de FNAC in plaats van hier. En dat we elkaar tegenkomen in Boekarest of in Plato of bij Peters, voor degene onder u met een betere smaak. Maar niet hier. Dat u als een vriend of een vriendin op bezoek komt en u wil imponeren, ja, dat u overal boeken legt in uw kamer. En nadenkt over welk boek leg ik in welke kamer, wat leg ik in de keuken. Ja, en niet Pascal Nasus, maar een literair boek over gerechten. Wat leg ik in de slaapkamer, wat leg ik op het nachtkastje? U kan zich verder verbeelden. Dat u boeken, als het ware, toelaat in uw leven, dat u voor een stuk uw leven gaat modelleren over boeken. En eigenlijk ben ik daarmee niet tevreden. Eigenlijk ben ik pas tevreden als u over 30 jaar zegt, er is geen dag dat ik niet in een boek gelezen heb. Dank u.